Een lerares uit Zuidplas moet in maart voor de rechter omdat ze 6 jaar geleden een 13-jarige leerlinge zou hebben misbruikt. De school waar dat gebeurd zou zijn, het Antonius College in Bodegraven, was tot voor kort niet op de hoogte van het misbruik. De vrouw gaf in september nog les op een school in Rotterdam, maar werd ontslagen toen duidelijk werd dat ze in voorarrest zat. De bekende Leidse marktkoopman Ilias El Marse wil zijn geld terug van de politie. Hij werd een week geleden aangehouden met €24.000 in zijn rugzak. Dat was de omzet van de feestdagen. Volgens de politie voldeed hij aan een signalement van een inbreker. El Marse krijgt zijn geld pas terug als het onderzoek is afgehandeld. De nieuwe dienstregeling van de trams van de HTM in Den Haag, die zondag ingaat, heeft grote gevolgen voor reizigers. Zo wordt tramlijn 10 opgeheven en worden andere lijnen omgeleid. Dit komt door een ingrijpende verbouwing van de Bosbrug en de aanleg van een parkeergarage aan de Noordwalveenkade. ADO Den Haag kan de komende maanden niet beschikken over verdediger Gábor Horvat. De Hongaar heeft zijn kruisbanden afgescheurd. Horvat wordt in eigen land geopereerd en meldt ze weer in Den Haag voor de revalidatie. Hoe lang zijn herstel gaat duren is niet bekend.